bij Colruyt hebben we eigenlijk spaarboekuren en tijdsparen. Vandaag voor twee grote doelgroepen. We hebben dat bij de kaderleden. En eigenlijk, ja, waarom zijn we daarin begonnen? Dan zou ik moeten echt in de historiek gaan duiken, want loopbaansparen of tijdsparen voor kaderleden bestaat al zolang dat ik hier werk en nog veel vroeger ervoor. Dat is ooit gestart geweest, ik denk door Jo Colruyt nog, de voorganger van Colruyt. Dus dat zit eigenlijk in onze DNA, in onze genen. En dan heb je het systeem van spaarboekuren bij de arbeiders. Dat is een dikke 10 jaar geleden gestart, in samenspraak met onze sociale partners. Dat past ook terug weer bij Colruyt, wie dat we zijn. Dat geeft een stuk flexibiliteit aan de werkgever, maar dat zet vooral de medewerker aan het stuur. En dat is eigenlijk wat we essentieel vinden in dat systeem, zowel voor de kaderleden als voor alle andere medewerkers. Een medewerker kan ook kiezen in het opnemen van uren om te zeggen, ja, ik spaar dat om op het einde vroeger te stoppen bijvoorbeeld. Of sommige mensen die zeggen van ja, het is tijd in mijn leven om even wat minder te werken, omdat ik een verbouwing bezig ben, omdat ik met jonge kinderen zit thuis bijvoorbeeld. En dat is eigenlijk de filosofie die we willen uitdragen en willen benadrukken, is dat die medewerker daar zelf aan het stuur zit. Ik ben Patrick Wittenberg. Ik werk sinds 1983 bij de firma. En ik ben nu momenteel logistiek verantwoordelijke. De keuze om in spaarbekuren te werken is gekomen zo ongeveer een dik 10 jaar terug. De veranderingen die aan de gang zijn, dus het langer werken, komt langzaamaan meer en meer te sprake. Dus mijn idee erover was dat ik eigenlijk ging, laat ons zeggen, uitbollen. Dus ik had graag op het einde van mijn carrière 4/5 willen doen of 3/5 willen doen. Maar dan ook wel gerekend dat ik op 60 jaar dus zou eigenlijk kunnen op pensioen gaan zijn. Nu, blijkbaar gaat er daarbij wel 2 jaar bij komen. Dus en met die spaarbekuren heb ik dan terug de kans om vroeger te stoppen. Eigenlijk is het heel eenvoudig. Iedereen bij ons punteert. Dat is al een uitgangspunt, omdat je natuurlijk als je uren spaart, moet je die uren wel op een of andere manier kunnen registreren. Dus iedere medewerker, tot en met alle directieleden, ook ikzelf, die punteren. Dus elk uur wordt geregistreerd en dat wordt gewoon bijgehouden in een teller. En elk uur dat je meer werkt ten opzichte van je basiscontracturen, wordt dan bijgehouden. Die teller is ook zichtbaar. Je kunt dat zelf opvolgen, wat dat is. Dat is eigenlijk heel simpel. Hoe kan dat geïmplementeerd worden in een ander bedrijf? Ik denk dat elk bedrijf, en dat is met elke keuze die je maakt in beleid, is dat je gaat zien van ja, wie ben je als bedrijf en welke keuze wil je zelf maken als bedrijf? Wat wil je eigenlijk gaan bereiken? Hoe kan je dat gaan implementeren? Het zou zeker helpen moesten daar wat meer wettelijke kaders ook rond bestaan. En anderzijds is dat daar aan de slag gaan in samenspraak met medewerkers, in samenspraak met sociale partners, om dat vorm te geven. En vooral gaan zien van wat is nodig voor uw eigen bedrijf, wat is nodig, wat is de vraag van uw eigen medewerkers. En dat dan samen gaan vormgeven.